Goedenavond, dames en heren. Het stadion kocht en koopt als in de Gouden Europa Cup jaren. En dat alles voor deze magische nummer 10, Wim van Hanegem. Het is verdiend. Hij heeft een grandioze carrière achter de rug. En dit afscheid voor 60.000 toeschouwers, voor 60.000 fans, dat betekent verschrikkelijk veel voor hem. Het is de allerlaatste keer dat de fans hem hier in Rotterdam of waar ook in actie kunnen zien. En kijk eens hoe die man nog in de belangstelling staat. Fotografen de hele dag om hem heen in het kleedlokaal. Hij kon niet alleen blijven. En dit is dat geweldige team van 1974. Dat die dramatische finale tegen West-Duitsland met 2-1 verloor. Daar staan zij. Dat zijn de gouden jaren van 1970. Daar zitten honderden jaren, honderden interlands hebben deze spelers gespeeld. Er zijn er maar drie niet. Ruud Kool is er niet geblesseerd. En Neeskens is geblesseerd. En Jan Jongbloed, dat verhaal. Dat kennen we. En het stadion dat is afgeplakt met deze spandoeken. Links het elftal van Feyenoord dat een klein beetje in de vergetelheid is. Maar wel de aanvoerder Benny Wijnstekers nu bij Wim van Hanegem. En het team van Feyenoord heeft het verschrikkelijk gevonden dat hij... Johan Cruijff en de goal van Van Hanegem. Ja, daar is hij. In de 11e minuut. Kijk hem lachen. Zeer tevreden. Een fantastisch moment in het stadion dat het Van Hanegem is die goal voor het WK-team maakt. Een blij lachende Van Hanegem. En er zal toch een... En hij gaat Wim Jansen vervangen. Ja, die heeft zoals gewoonlijk veel vuilwerk gedaan. Maar de jaren zijn aan deze kleine man ook niet ongemerkt voorbij gegaan. Cruijff. Arie Haan. René van der Kerkhof. Stafleu zit ertussen. Zuurbier. Feyenoord opgesloten. Hoekschop via Benny Wijnstekers. Zuurbier. Haan. Haan uitstand. Johan Cruijff. Prima goal. Bekeken voetbal van het WK-team. En het is Cruijff die scoort en het is de tweede kopbal. De bal gespeeld naar Arie Haan vanuit de hoekschop. Vanuit stand de gelifte bal. En Cruijff in de bovenhoek. En Hiele kan er helemaal niets meer aan doen. En ook Johan Cruijff een beetje buiten adem. Is ook al een paar weken weer uit training. Van Til naar Pierre Vermeulen. Nielsen, Pierre Vermeulen goed doorgegaan. Arie Haan erbij en Wim Rijsbergen. Vermeulen. Pierre Vermeulen, Schrijvers. Ja, in een van zijn beste momenten vanavond. Vermeulen. Gullit. Jelias komt naar binnen, maar geen mensen buiten langs. Gullit, Wim Rijsbergen en René van der Kerkhof. Van Hanegem. Met Van Til. Wim van Til. Vermeulen. En dan wordt de wedstrijd onderbroken. En dan geeft Curve nog één keer Van Hanegem. En die heeft hij veel ontvangen in zijn leven. En er is een einde gekomen aan een werkelijk formidabele carrière. De man die heeft jong en oud vermaakt. En deze vrouw, Truus van Hanegem, heeft alles met hem meegemaakt. De hoogtepunten, de dieptepunten. Die er ook zijn geweest, de problemen,
Het is niet altijd zonneschijn geweest voor het echtpaar van Hanegem. Maar het zijn mensen die hebben gesproken tot de verbeelding van de massa. En dan toch van Hanegem op de schouders. Het zat niet in het draaiboek. Het was niet gepland. Het zit erop. Het is gebeurd. Het stadion staat. Het applaudisseert. De spelers van het WK-team. De spelers van Feyenoord. En de handen omhoog. De bevrijding is er. De opluchting moet er ook zijn. We zullen hem missen in zijn goede en in zijn slechte momenten. De nummer 10. En altijd zal het nummer 10, het rugnummer 10, verbonden blijven met deze man. En daar is Truus. En die telde ze ook nog op. En ze zegt, ik hoop niet dat ze het doen. Want dan had ik nog een beetje meer af moeten vallen. Wat is dit een prachtig einde van een schitterende carrière. En gelooft u mij, dit betekent voor deze man verschrikkelijk veel. En juichend, en applaudisserend. En een dankbaar applaus van het vak